Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van That's DIY. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze lounge stoel heb gemaakt. Om te beginnen wil ik allereerst even de sponsor van deze video bedanken. En die sponsor is Schroef.nl. Schroef.nl is de online specialist op het gebied van schroeven, gereedschap en toebehoren. In de beschrijving vind je een linkje terug en als je daarop klikt, geniet je naast de scherpe prijzen ook nog eens van een leuke korting. Om het jullie gemakkelijker te maken, heb ik speciaal voor jullie een bouwtekening voorzien. En die kan je gratis downloaden op de website www.thatsdiy.be en de link daarvan vind je ook terug in de beschrijving. Als we de bouwtekening erbij nemen, zie je dat die uit 4 onderdelen bestaat. 2 zijkanten, het zitvlak en de rugleuning. En wat we nu eerst gaan doen, zijn de 2 zijkanten maken. En daar ga ik eerst 20 stukken van 600 mm, oftewel 60 cm lang verzagen. Omdat de breedte van de stijghouten planken kan variëren, heb ik ervoor gekozen deze maat tijdens het maken van de lounge stoel op te meten. Houd er wel rekening mee dat deze maat bij jou kan variëren. Nu boor ik de pas gezaagde balk voor met een houtboor diameter 4, want deze is iets groter dan de schroef zelf en zo trekt deze zich stevig vast aan de vierplanken van 60 cm. Ook de voorkanten die de zijkanten zo meteen met elkaar verbinden, boor ik voor met een houtboor diameter 4. Voor het verlijmen van alle stukken heb ik gekozen voor een houtlijn type D4. Deze is uitmuntend geschikt voor alle weersomstandigheden. Thank you.
Hier meet ik ook weer even de maat op van de bovenkant, zodat mochten de planken van breedte verschillen, hier geen probleem ontstaat met een te grote of een te kleine plank. Vervolgens boor je alles voor, verlijm je de stukken en dan uiteraard weer vastschroeven. Nu zaag ik uit twee planken van 60 cm vier steunbalkjes van 5 cm. En het overschot hebben we zo ook nodig als afwerking aan de onderkant van het zitvlak, zodat de steunbalkjes niet in het zicht zitten. Voor de rugleuning zaag ik de steunbalkjes een ruime centimeter kleiner, zodat deze straks niet in de weg zitten als we de rugleuning onder een kleine hoek vastmaken. Om het proces wat te vergemakkelijken heb ik aan de zijkant van mijn werktafel een haakse hoek gemaakt zodat ik de stukken daartegen in elkaar kan zetten. Nu alle stukken klaar zijn, kunnen we de stoel in elkaar zetten. Ik heb mijn zitvlak op 23 cm van de bovenkant geplaatst, maar dit is uiteraard vrij te bepalen. Ook heb ik deze nog niet vastgelijmd, zodat deze makkelijk aanpasbaar is, mocht deze niet goed zitten.
Ben je uiteindelijk tevreden met de hoogte, kan je deze alsnog makkelijk verlijmen. En zo heb ik mijn lounge stoel gemaakt. Wil je deze thuis nou ook maken? Download dan zeker gratis de bouwtekening op www.ditsdiy.be. En de link daarvan vind je hier terug in de beschrijving. En graag zou ik ook nog even de sponsor Schroef.nl hartelijk willen bedanken voor het sponsoren van deze video. Wil je in de toekomst nog meer van dit soort video's zien? Abonneer dan zeker op dit YouTube kanaal. En ik zou het leuk vinden als jij deze video ook leuk vindt. En dat kan je doen door je beneden in deze video op het duimpje omhoog te klikken. Mijn naam is Danny Visser en tot de volgende keer.